23. Team 223, dat zijn de mensen van Toshiba Midnight Runners. En achter het team van de Toshiba Midnight Runners, team 165. En team 165 is het team wat al de armen in de lucht gaat, ze zijn er bijna, running team Veldhoven. Dat is team 113. En team 113. En daarna gaan we even over naar de prijsuitreiking. Maar eerst uw applaus voor team 113. En dat is het team Wings for Life. Dan is het even wachten op de volgende teams. Dat betekent dat wij overgaan naar Henk van der Velde voor de prijsuitreiking. Ja, dames en heren, het is inderdaad zover. We gaan over tot de prijsuitreiking van de snelste drie teams van deze 7e editie van de Europa Run. Ik maak het niet langer dan nodig is. Het is warm voor de teams die hier staan. Dus ik ga gewoon beginnen met de derde plaats. Het team wat als derde is geëindigd na een lang jaar van voorbereiding en vooral ook een emotioneel jaar, is 14 in het uur. Met een gemiddelde snelheid van 15 kilometer en nog een heel klein beetje. En ze hebben over de afstand gedaan 35 uur, 33 minuten en 29 seconden. Een groot applaus. 14 in het uur. De beker zal worden overhandigd door de burgemeester, het kersvet erelid van de Stichting Europa Run, meneer Opstelten. En hij zal worden bijgestaan door onze snelheidsduivelin Nelly Koeman. Nog een keer een groot applaus. Oké, mag ik dit team dan vragen plaats te maken voor de nummer 2? Dan gaan we door met het team dat op de tweede plaats geëindigd is. En dan weten we werken met chips die de tijdregistratie doen. En dan kan het zijn dat het verschil heel klein is wat geregistreerd wordt. Op een afstand van zo'n 5,5 kilometer was het verschil 6 seconden. Op de tweede plaats is geëindigd het KMA. Geef ze een groot applaus.
formatie, de Kana. Oké, nou dat was jullie moment van glorie. Dan gaan we nu over naar het team wat de eerste plaats heeft gehaald. Vorig jaar net niet gelukt. Nu wel op de eerste plaats. Tieleman EECV Runners. Met een gemiddelde snelheid van 16,21 kilometer in 32 uur, 54 minuten en 38 seconden. Een groot applaus, Tieleman, EECV-runners. Nou, we staan bijna allemaal op het podium. De teamketter staat er klaar om de beker en de wisselbeker in ontvangst te nemen. Nog vier man, want er zijn natuurlijk niet alleen de lopers en de fietsers, maar al de verzorging eromheen die ook deze fantastische prestatie hebben geleverd. Oké, dan gaat u nog een keer. Een geweldig applaus voor deze winnaars. Tieleman en ECV-runners. Terwijl dit team op de foto gaat, gaan ze zich voorop stellen. Gaan wij onze aandacht weer richten op al die andere winnaars die de Coolsingel opkomen. Aan de andere kant van het podium haalt hij ook hen binnen met een geweldig applaus. Ze hebben hun stinkende best gedaan. Bedankt en bedankt Tieleman. Geweldige prestatie van de mensen van de ESV. 16:30 vertrokken op zaterdag nacht. Maar nu applaus aan de andere kant van de Coolsingel voor de teams die klaarstaan om binnen te komen. En dat is nu het team 28. Team 28, zij pakken de laatste meters. En gaan dan heerlijk genieten van de rust. De runners van de glazen tafel. Dan een applaus voor het team van Beenhakker Revacor. Welk team anders als naamgever van de Europa Run. Als sponsor